Broekboekfabriek of Stadsgehoorzaal? Allebei. Nee, als je moet kiezen. Moet dat? Kroephoekfabriek. Oeh, moeilijke keuze. Nee, dan toch voor nu Kroephoekfabriek. Stadsgehoorzaal. Oeh, Stadsgehoorzaal. Stadsgehoorzaal. Hoe vaak kom je in de Stadsgehoorzaal? Niet al te vaak, om heel eerlijk te bekennen. Ik doe zelf meer aan sportactiviteiten dan aan culturele activiteiten. En als ik een culturele activiteit bezoek, is het vaker een museum. Hoe vaak ben je in de Stadsgehoorzaal te vinden? Te weinig. Ik zou wel meer willen en moeten, maar ja, ik heb een druk leven. Nou, niet wekelijks. En ook niet maandelijks helaas. En ik zou er veel vaker willen komen. Maar schiet er vaak bij in. Ja, de laatste keer was met de verkiezingsdebatten. Dus dat is al een tijd, dat is een jaar geleden dus. Maar vind je van jezelf dat je er vaker heen moet, of niet? Nou ja, eigenlijk misschien wel, ja. Ja, sinds ik natuurlijk nog wat jonge kinderen heb, is dat wat minder geworden. Maar ik probeer toch zeker 3-4 keer per jaar in de Stadsgehoorzaal te zijn. Maar ik enthousiasmeer zeker mijn achterban als er hele leuke activiteiten zijn. Nee, ik kom daar minder dan in de Kroephoekfabriek. Hoeveel is cultuur jou waard? Heel veel. Zoveel en dat is niet in geld uit te drukken. Meer of minder Stadsgehoorzaal? Dan kies ik op dit moment voor minder, denk ik. Klotsen het maar tegen de plinten, maar dat is niet zo. We moeten echt keuzes maken, maar dat je daarin ook oog hebt voor cultuurzaken natuurlijk. Je moet wel letten op het geld en op dit moment hebben wij niet altijd evenveel geld. Dus dan zeg ik, dan moet het misschien een onsje minder. Kroephoekfabriek, hoe vaak kom je daar? Ook te weinig. Af en toe als er een leuke debatavond is. Ja, dat is voor de jeugd, hè, Kroephoekfabriek. Dus daar kom ik wat minder. Ja, dat vind ik, die is eigenlijk voor een andere leeftijdscategorie. Alhoewel ik begrijp dat mijn leeftijd er ook goed terecht kan. Maar die bezoek ik eigenlijk niet meer. Kom je er vaak? Ja, soms wel hoor, zeker. Wat is vaak? Ja, dat moet jij zeggen. Hoe vaak per jaar? Nou, 2 keer denk ik gemiddeld. Ik ben het oud voor, maar ik vind het wel het leukste dat vooral de jongere leeftijd daar terecht kan. Ja, zoals 4 keer per jaar. Nou, vind ik nog redelijk hoor. Okay, ja, anderen die zeggen inderdaad te weinig en die kunnen dan geen getal noemen. Mijn collega's die komen nooit de deur uit. Dus dat, ja, dat is een ander volk.